right here, right in your loving arms. Voorzitter van het wijkbewonersteam. En ik hou onder andere ook de communicatie bij, bij het wijkbewonersteam. De website en Facebook en dat soort dingen. Dat vind ik leuk ook om te doen. Wij gaan u vanmiddag een aantal leuke dingen bieden. U heeft ook kennis kunnen maken met de muziek van Sammy Prinsen. Dus ja, een beetje 60er jaren, een beetje jazzy muziek, lekkere muziek. Waar vaak wel u dat wat herinneren aan de jeugd. En nou verder, na afloop van het optreden van Sammy, zal Frank Bos verder de muziek draaien. En daarna komen dan de dames van de Singende Jukebox. En daar kunt u op bezoek een liedje laten zingen. En dat is hartstikke leuk. Je loopt hier rond met gitaren. U ziet het vanzelf. Om hier te mogen zijn. Dit mooie feest op deze, op dit moment ook een hele mooie middag. En zoals al is gezegd, heb ik veel te maken als wethouder met de wijkbewonersteam. Nou, ik heb ook te maken met handhaving en vergunningen. Dus voor al dat soort zaken kunt u bij mij terecht. Maar genoeg gesproken over serieuze zaken, want het is hier nu een feestje. En nou, het doet mij genoeg om te zien dat er zo heel veel mensen gekomen zijn. En dat er een gezellige sfeer is. En ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn. Ik hoop nog veel van u te zien en veel van u te kunnen spreken. En geen vraag van woord als de bak aan de heer Mets. Dankjewel. Ja, wat moet ik dan natuurlijk nog zeggen? Ik ben uw nieuwe burgemeester. Ik vind zelf dat ik helemaal niet meer zo nieuw ben. En als je dan een half jaar bent, dan ben je niet meer zo nieuw. En tegelijkertijd zie ik heel veel van u voor het eerst. Dus dan ben je toch nog weer een beetje nieuw. Het is ook de eerste keer dat wethouder Pijnenburg en ik samen optreden. Dus dat is wel heel bijzonder. Misschien ook de laatste keer. Vroeg me net iemand van hoe is het nieuwe team? Nou, ik kan u niet anders zeggen dan dat wij een hartstikke mooi nieuw college hebben, zoals dat hoort. Iedere 4 jaar heb je een nieuw college. Zelfs als het uit dezelfde mensen bestaat, want dat is dan nieuw. En dan gaan we weer kijken wat we allemaal wel en wat we allemaal niet doen. En dan kunnen we ons weer presenteren aan de samenleving waar wij uiteindelijk allemaal ons werk voor verrichten. Ik mag me dan bezighouden met een heleboel dingen rondom openbare orde en veiligheid. Dat is de wettelijke portefeuille van de burgemeester, zoals dat heet. En dan heb ik ook met deze wijk weer van alles en nog wat mee te maken. En waar ik bij iedere gelegenheid die ik op dit moment heb aandacht voor vraag, is toch iets serieus, namelijk dat we behoorlijk last hebben van woninginbraak in Soest. En waarbij ik iedereen oproep, als u iets ziet wat niet is zoals het normaal is, aarzel vooral niet om 112 te bellen. Dat is niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar ook als ik denk van die meneer om 11 uur met die capuchon over zijn hoofd, die daar in dat kleine autootje zit, die zit daar vast niet te wachten op zijn vriendin, zal ik maar zeggen. En als dat wel zo is, geeft dat ook niet, want dan klopt de politie aan, dan zegt hij, ik zit te wachten op mijn vriendin, en dan vindt hij dat helemaal niet erg, want we willen toch graag weten wat er allemaal gebeurt. De politie heeft ook uw ogen nodig om de veiligheid goed te kunnen borgen. Dus dank u wel voor deze zendtijd om u daar in ieder geval een oproep voor te kunnen doen. Om ook voor die openbare orde en veiligheid uw eigen bijdrage te leveren. In andere wijken hebben wij wijksignaleringsteams. Misschien komt het in deze wijk er ook nog van. Zou het enorm toejuichen. En als er initiatieven voor zijn, kunt u zich bij ons melden. Dan kunnen we dat aan elkaar knopen. Net als mevrouw Pijnenborg zal ik zeggen, nou is het genoeg met serieuze praat. U heeft inmiddels allemaal uw bonnen volgens mij gehad en het taartje wat heerlijk smaakte. Ook de microfoon die ik nu vast heb is enigszins plakkerig, want het was een erg lekker taartje. Dus dat mogen ze schoonmaken, maar het was echt heel erg lekker, maar plakkerig. Ik wens u een ongelooflijk leuk feest. Ik wens u heel veel fijn woongenot toe. En u weet vast uw wijkbewonersteam te vinden als er nog dingen zijn die in de wijk moeten veranderen en verbeteren. En die weten de weg binnen de gemeente dan wel weer te vinden. En zo kunnen we ervoor zorgen dat we met en voor elkaar zorgen voor een leefbaar, mooi en fijn Soest.
Dank jullie wel. Die maakt nog veel meer. Repareren. Dus ook wel op de zand. Nou, staat schaar. Radio film zoeken. Ja, dit is. €7,50 op nummer 86. Lekker naar de snackbar. Alsjeblieft.